Dus we hebben een meidenavond. Ik heb een pakketje binnengekregen. En ik voel me echt zo burgerlijk dat ik hier blij mee ben. De poppencrisis is weer opgelost. Weet je hoe we dat vroeger deden? Let op, hè? Komt-ie zo. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ik ben helemaal de lens helemaal gestoomd. Goedemorgen, welkom bij de volgende vlog. Het is vandaag zondag en ik lig nog lekker in bed. Daar is mijn vader, die wil niet vlog worden. Mijn mama ligt nog lekker. Ja. Goedemorgen. Ja. Zeg je geen goedemorgen, papa? Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemiddag. Dat is heel gek hoor. Ik heb net lekker gedoucht, haar gewassen, heerlijk. En ik heb me ook aangekleed en dan ga ik de deur niet uit. Ik vond het toch leuk om deze outfit aan te trekken. Ik heb die trui van Selected Femme aan, pantalon van CVRD. Daar heb ik ook trouwens, ik sta ernaast de Colbert bij, maar dat ga ik vandaag niet aandoen. En mijn Guess sneaker wedges. Ik ga zo even wat dingen opruimen en wegdoen. En dan kan ik elke keer naar binnen en naar buiten rennen. En Sarah is als het goed is ook aangekleed. Ga ik heel even voor de zekerheid nakijken. Want hij gaat zo met Mila buiten spelen. En Mila eet hier ook gezellig vandaag. Marco eet niet thuis. Dus we hebben een meidenavond. Ik heb even wat lekkers te eten gemaakt voor mezelf. Ik heb een pakketje binnengekregen. En ik voel me echt zo burgerlijk dat ik hier blij mee ben. Maar dat we het wel graag hebben. Volgens mij heb ik het ook verteld. Maar dat weet ik niet zeker, hè? Hij zit al heel goed in het pad. Ik vond de klep ook bijna gegeven, maar het is heel hard. Hij is echt totally wrapped. Nou, zo open. Echt, zo stond dat ik het eigenlijk gewoon niet al had. Maar dit gaat mij even hopelijk makkelijker maken. Ja. Het is tada tada tada. Als ik er ooit kijk. Tada tada tada. Een hele lange stok. Zachte bezem. Ah, is nog vrij hard vind ik. Ik wil eigenlijk nog wachten, maar op zich denk ik wel oké. Okay. Het is voor binnen. Maar ik heb zo vaak, dan valt er iets. En wil ik het gewoon even snel weghalen. En dan, nu kan ik het even zo bij elkaar vegen. Bijvoorbeeld die meiden hebben gegeten. En een beetje kruimels in plaats van elke heel de stofzuiger. Dus ik ben hier wel echt heel blij mee. Die meiden kwamen binnen. En die zijn gelijk weer naar boven. Dus ik ben weer alleen in de kamer. Maar dat maakt niet uit, want ik ga koken. Ik ga weer pasta eten. Maar ik was niet te doen, maar ik plan vooruit nu. Met picknick. En gisteren zou ik iets anders maken. Ander gerecht. Alleen, toen bleven we wat langer bij mijn ouders hangen. Omdat Marco hier nog met iets bezig was. En dat schoot even niet op. En daar konden we niet overal heel handig bij. Dus zijn wat langer daar blijven hangen. Wat is er? De poppencrisis is weer opgelost. Maar goed, ik weet niet meer waar ik was. Maar goed, we zouden dus niet drie dagen achter elkaar pasta eten. Maar gisteren was ik zo laat thuis. Dat als ik geen pasta zou maken, dan zouden we geloof ik om 8:30 eten. Dat vond ik wel een beetje heel laat met Sarah. Dus toen heb ik gisteren een pasta gemaakt. Een keer vleer, allemaal stukjes. En dan eten we dat eten van morgen, eten we later. Dus ik heb dingen verschoven. Maar ik zat wel met houdbaarheid van dingen. Dus ik kon het niet omwisselen met vandaag. Plus dit zou ik sowieso eten. Marco houdt hier niet van, Sarah wel heel erg.
Mila wilde dit ook eten, dus dit eet ik sowieso vandaag, deze pasta. En ik heb nog steeds mijn pakjes. Dus geen niet meer invriezen in zakjes elke keer, maar gewoon in herbruikbare bakjes. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. En ik ben met Sarah en Mila. Gezellig. Heb je honger? Ja. Ziet er lekker uit? Ja. Oh, eet smakelijk, dames. Weet je hoe we dat vroeger deden? Let op, hè. Komt ie zo. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Glazen opzij. Dit nummer was echt het ding vroeger. Ja, zo, komt ie. Zo, hè. Zo ging je dan dansen. Rondjes draaien, je bent op de stoomtrein. Leuk, hè? Ik wil het even niet doen. Zou ik denken op de basisschool. Hans, draai, zij, ho. Ik kan het morgen meter. Ja. En leren? Ik kan hem niet. Zij, Hans, draai, ik kan hem niet. Zo. Hoe kun je leren? Nee. Kennen jullie dit? Weet je hoe dit moet? Zo. Moet je voorstellen, zo dansen wat mensen vroeger op de liedjes zeggen. Ja, kennen jullie deze ook? Ja, kom. Dit gebruik is bij de echte. Ja, maar weet je hoe dat moet? Nee. Dit liedje? Betaal niet. Let op, zo. Ga ze open. Grappig, hè? Als je dit vroeger draaide, wist iedereen wat hij moest doen. Dit doen ze bij de symbolica. Nee, niet bij de symbolica. Dit doen ze bij de Indische waterlelies in de Efteling. Oké, laatste liedje. Komt u. Weet u nu? Komt zo, hè? Terug vrij. Dat is gewoon naar de is, hè? Ja, dan hoor je aan de muziek. Grappig, al die dansjes van vroeger. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ik weet het niet, ik weet alleen het vrij nog hoor. Komt ie, hè? Ik ben helemaal de lens helemaal gestoomd. Handig. Mila is naar huis. Sarah ligt op haar bedje, want Mila is tot bedtijd gebleven. Ik zal even het zicht terugbrengen. En ik heb haar lekker tegengezet. Marco die komt zo pas thuis. En ik krijg weer een beetje hoofdpijn. Dat had ik van de week natuurlijk ook al zo erg. Dus ik vind het echt niet tof. Echt, het zit helemaal zo hier. En dan helemaal naar achter. En ik weet echt niet waardoor het komt. Maar ik wil het weg hebben. Want ik vind het echt niet tof. Tijd voor wat vitamintjes. Ik ga redelijk per tijd mijn bedje in. Ik heb nog steeds een beetje hoofdpijn. Dus ik ga lekker slapen. En hopelijk gaat het morgen beter. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!